We zitten hier op een puur Hollands hek met ook een hele Hollandse fiets voor ons neus. Waar zeker het begrip hek niet van op toepassing is. De nieuwe Senza. Dat moet ik even heel goed zeggen, want ik ben altijd in de war met alle U's en de I's. De Giulia, nog een keer, Giulia G2. Ja, waar lijkt dit op? Dit lijkt op een bepaalde Nederlandse jeugdserie. Maar we zien, normaal kijken we dan in de verte of de postbode eraan komt, maar we kunnen niks zien. En die twee dames ook niet. Dus ja, we stappen allemaal van het hek en we gaan even verder met de fiets. Dit is een Senza Giulia G2, wat we al gezegd hebben. En het is een model 2018. Optisch gezien wijkt die niks af van het 2017 model. Dus hetzelfde vorm van het frame. Oversized bovenbuis, oversized onderbuis. Kabels binnendoor en een full carbon voorvork. Het verschil is dat Senza al wat verder is met carbon, dus ze hebben het frame zo'n 100 tot 200 gram lichter gemaakt. Nu moet dit frame 950 gram wegen en de vork weegt iets van 400 gram. De complete fiets weegt 7 kilo en 300 gram. Deze Senza is afgemonteerd met de nieuwe Shimano Ultegra R8000 groep, 11 speed. Hij is compleet vernieuwd voor 2018, model 2018. Er zitten nieuwe remmen op, nieuwe krenkstel, nieuwe achterderailleur. En het is gebaseerd op de duurdere Shimano Durace groep. Je hebt eigenlijk dezelfde functies, dezelfde features, zoals ze mooi heet in het Engels, gadgets als de dure groep, alleen voor een prettige prijs. De complete groep kost ongeveer 1040, 1049 euro. Deze complete fiets is, de basisprijs is 2400 euro. Naast de Shimano groep zitten er nog meer vernieuwingen en nieuwe onderdelen op deze Senza. Ze hebben nieuwe wielen. Onder de eigen naam Supra, dus nieuwe naven, nieuwe spaken, nieuwe velgprofielen. Er zitten hoogwaardige banden op van Swalbe, een mooi custom San Marco zwart zadel. En deze fiets is afgemonteerd met een vrij high-tech 3T onderdelen groepje of onderdelen groepje. Dat is de stuurpen, de stuur en ook nog een keer de zadelpen. Ja, en dat maakt die hele fiets toch eigenlijk wel lekker af. Senza is van huis uit een wat basic merk, maar ze zijn al een aantal jaren bezig en ze hebben zich echt wel goed sterk verbeterd. Het frame ziet er erg netjes uit met mooie details zoals die nieuwe aero voorkant, om het zo maar te zeggen, aero vormen. De kabelvoering is goed en de prijs-kwaliteit verhouding is nog steeds goed. En daarbij ziet hij er gewoon steeds lekkerder uit. Dat is natuurlijk wel heel erg subjectief. Maar het is gewoon een hele moderne racer voor een hele nette prijs. En je kunt heel veel kiezen van wat je eigenlijk wil met deze fiets. Daarbij, op de weg, loopt hij gewoon als een tierenlier. Het is echt een hele fijne fiets.